Het Groningen Museum opende zondag weer de deuren voor het publiek. 8 maanden geleden ging het museum dicht voor een grondige verbouwing. Het museum is zowel van buiten als van binnen flink aangepakt. Zo is er een nieuw restaurant en een digitaal informatiecentrum. De Gouden Toren buiten heeft haar originele kleur terug. En de paviljoens krijgen nieuwe tegels. De betegeling is nog niet helemaal afgerond. Door het winterse weer is er wat vertraging. Het belangrijkste is gewoon dat de kunst weer terug is. Dus de bulldozers zijn het gebouw uit. Alles is geschilderd. We zijn door de weersomstandigheden inderdaad nog niet helemaal klaar met de tegels aan de buitenkant. Het grootste deel is wel gedaan, maar het museum kan weer open voor het publiek. Dus men is zeer welkom. De eerste expositie in het vernieuwde Groningen Museum is Het Onbekende Rusland. Volgens Van Twist is deze expositie veel meer dan kunst alleen. De oorlogen zie je ook terug, absoluut. Je ziet de verschillende staten, je ziet de verschillende geloven, de verschillende culturen. Je ziet inderdaad terug, het was islam wat daar ook was. Je ziet ook de klederdrachten daarom. Deze tentoonstelling laat meer zien dan alleen maar het cliché Rusland zoals wij dat kennen. De verbouw van het museum heeft bijna 6 miljoen euro gekost.